Hallo allemaal en welkom bij weer een super nieuwe aflevering van Ries en YouTube. Kom op! Vandaag gaan we weer iets doen met de hooiwin. Wat zeg je nou? De hooiwin? Dus het is geen tuinieren of een andere gekke film. Nee, het gaat inderdaad over de hooiwin. Dus blijf kijken als jij geïnteresseerd bent in scooters. Want vandaag gaat mijn scooter 2 nieuwe banden krijgen. En de scooter die krijgt een grote beurt. Dus ik denk, we gaan er een leuke vlog van maken. Ik neem jullie mee naar de winkel in Den Haag, Emotiv. En daar wordt hij op de brug gezet. En ja, dan gaan we doen wat we moeten doen. Dus blijf gezellig kijken. En hier zijn we al aangekomen, bijna bij Emotiv, de vierde van onderen. Zie je hem staan, nummer 67H, bedrijventerrein. Nou, we gaan eens even kijken of die er is. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Nou, we zijn aangekomen zoals ik al zei. En Erik, die zet hem gewoon gelijk op de brug. Ongelooflijk. Hij is er helemaal klaar voor. Hij heeft net de banden, zag ik die al, dat hij die al naar beneden had gehaald. Zijn dit ze nou? Nee, hier. Oh, hier. Dit zijn ze. Dit zijn de all-weather bandjes. Deze komen erop. Goed profiel. Rubber in plaats van nylon. En Erik heeft zijn grote vriend ook bij hem. Zie je dat? Hallo? Ja, hij ruikt mijn mond, hè? Ja, jij ruikt de mijne. Ja, ja, zo. Hey. Ja. Ik heb geen koekjes, joh. Ik heb geen koekjes vandaag. Nee. Even de workout. Zo, de scooter staat op de brug. Vastgezet. En de batterijen zijn eruit gehaald. Ik heb zelf nog geen idee hoe het allemaal werkt. Ik ook niet. Voor mij is het allemaal nieuwigheid. Maar het is altijd leuk om het eventjes aan jullie te laten zien. Is dat 10? Ja, hè? Dat is 10, ja. Ja. Nou ja, jullie zien het. Doppie 10. Zo. Zo. Zadel eraf. Zadel eraf. Plekken. Zo. Kijk, ook 2 boutjes maar. Zo. Screwdriver. Oh. De schroefdraaier voor deze, denk ik.
Zo. Ja, dat is hetzelfde als bij de e-koeter. Ja, ja, alleen zit hij daar links. Ja, oh ja, of rechts. Ja, aan de andere kant. Voor de kijkers rechts. Ja, inderdaad. Zo. Bak eruit halen. Nou, nu kan de bak eraf. Kijk eens, ja, dat zit erbij. Ja, dit was niet zo'n spectaculair. Er zit gelijk ook de flap aan voor de spatlap. Ja, nou, zo ziet het er aan de binnenkant uit. Even hier. Kijk uit dat je je nek niet breekt. Wat ik me gelijk afvraag, gelijk aan jou vragen. Ja. Of het is nu nog niet nodig, maar zouden hier ook van die schokbrekers op kunnen die ik toen ook bij die e-koeter had? Van die gasdoorbrekers. Van die gasdingen. Ja, ik weet niet of je daar. Kijk, binnenin heb je de ruimte niet. Ik weet niet of je aan de onderkant voldoende ruimte hebt. Aan de onderkant zou ik misschien wel wat ruimte nog over hebben. Maar ja, maar je zit er waarschijnlijk met die kap. Nou, jongens, kom op. Waar zit je? Dat hij tegen die kap aangaat als hij inveert. Ja. Ja, daar ben ik bang voor. Want wat je er nu afhaalt, dat is het klepje. Dit is het klepje waar de controller achter is. Ja. Hier achter zit de controller. Want dat moet ook allemaal los. Kijk eens. Gaan we een kleinere doen. Ik gooi hem nog even een stukje omhoog. Dat is altijd handig, hè, zo'n brug. Moet ik ook nog eens een keer hebben thuis. Ja. Maar mevrouw vindt dat niet zo leuk als zo'n ding in de keuken staat, hè? Zo, nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Zo. De controle moet ook los, joh. Ja. Ja, het hele wiel moet eruit, dus alles moet los. Ongelooflijk, man. Ja. Dat had ik niet gedacht. Nee, jij denkt dat het allemaal gratis is. Ik haal deze even weg. Dan heb ik even wat meer ruimte. Zo. Het is het stekkertje voor de snelheid. Welke? Die. Deze. Oh ja. Als ik die vastzet, dan loopt die 55. Oh, dat is wel leuk. Dat is leuk. Maar dat weet jij niet. Ik heb jou niks verteld. Nee, ik weet van niks. Ik ben geen verhaler. Zo. Hupsakee, dat is dat. Die is ook los. Ja. Oké, dan moet je de draden ook, moet je de draden ook loshalen. Ja. Wat is dit dan? Nou, de draden moeten ook los. Is te groot, 8. Het is lastig te zien, denk ik, dit. Of het even, ja, het is even pielen allemaal. Een beetje pielen. Nou, de stroom is een straf, hè, want er kan niks gebeuren. Ik kom niet aan de stroom. Het is alleen. Dit zijn de halsensoren. Of tenminste, dit zijn de draden naar de spoelen toe in de motor. Oké. En daar zit eigenlijk een klein stekkertje wat aangestuurd wordt. En dat is de sensor die dan die spoelen weer 1, 2, 3 aanstuurt. Aha. Kijk, want die spoelen die worden om beurten. In hoge frequentie, uiteraard. Worden ze aangestuurd zodat het wiel kan gaan draaien. Ja. Nou ja, hij is inmiddels goed ingereden. Ik zit. Zo. Even kijken. Oh, die rode zit nog vast. Ja, die hoeft niet los. Oh, die hoeft dan niet los. Oké. Kijk, dit is ook geel, blauw en groen. Dat zijn dezelfde draden als hier waar de spoelen. Die corresponderen met de spoelen. Ja. En een stroomdraadje, want er moet natuurlijk wel stroom naartoe. Want anders werkt het niet. Nee, precies. Zo, die is los. Even kijken. Waar zit die allemaal vast? Die zit daar. Deze moet ik hebben. En dan gaan we maar even zoeken waar die allemaal vastgezet is. Daar zo. Ja, het is wel inderdaad wel leuk om dit eens een keertje op de film te zetten. We gaan natuurlijk het achterwiel eruit halen. En zo zie je maar weer. Het gaat niet voor niks. Want niks nee, maar je moet dus heel de installatie loshalen. Wil je er kijken of ik dit ook... Ja, je kan er ergens bij. Je kan er bijna niet meer bij, hè? Nee, kijk eens even. Nee, dat is waardeloos. Dat is heel lastig om te zien. Dus ja, dit zijn ook weer van die dingetjes. Die doe je ook niet zo snel bij jezelf voor de deur. Want dan betekent het gewoon dat je onder je scooter moet gaan liggen. Ja, dan lig je op de grond te dweilen. En je moet ook wel een beetje kennis hebben van elektronica. Nou, laat ik dat nou ook net niet hebben. Maar zo zie je maar weer. Nee, je denkt altijd van, oh, daar is toch zo gebeurd. Maar je bent toch wel die even bezig. Die moet ik van bovenaf.
Precies. Maar hij is bijna los. We hebben een aantal tijrepjes waarmee die oranje kabel vast zit losgeknipt. En die tijrepjes die zitten natuurlijk weer op de meest ongunstige plekken. Het klepje eraf. Dit klepje, dat kan je er gewoon door middel van een schroevendraaier loswippen. En dat is ook 10? Nee, is 8. 8. Klepje eraf. Zo. Zo, nu kan je er goed bij. We zijn alweer een eind. Die moet los. Nog eentje. Zo. En hier nog eentje. Hoe voorzien is het? Nou, ik heb me eigenlijk ook echt voorgenomen om met deze scooter, deed ik trouwens bij die e-scooter, heb ik dat één keertje gedaan in het begin, maar daarna nooit meer. Ja. Maar heb ik ook een hele harde les voor geleerd, maar geen hoge drukspuik Nee, absoluut niet. Nee, nooit doen. Even kijken, dat is dat. Andere zijde? Dan gaan we weer naar de gene zijde. Daar hoeven we niks meer op te halen. Dan gaan we hier hetzelfde doen, dan gaan we hem ook even loswippen. Altijd met een klein beetje geweld. Ja, oké. Klepje eraf. Kijk, dan zijn we al bijna een half uur bezig. Ja. Ik loop even om. Nog niet los. Nee. Nou, hier hetzelfde. Klepje eraf. Doppie 8. Zo, doppie 8. Dan gaan we weer naar doppie 10 dadelijk. Dan gaan we even kijken. Nou, dan gaan we de rem loshalen. Ja, die moet er sowieso los. Ja, die gaan we gelijk even nakijken ook. Zo. Dat is altijd even wat makkelijker. Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Ja, ik denk wel goed. De bar zit helemaal los. Zie je dat? Weet je niet. Een stelboutje. Oké. En dat hoort niet. Oké, nou, dat is goed om het even nakijken. Ja. Dat achterste waar je nu, wat je nu vast hebt, ja, zeg maar. Ja. Ah, oké. Dat hoort niet los te zitten. Nee, dat hoort zeker niet los te zitten. Door trillen of zo? Ik heb geen idee, jongen. Dat is ook 8, hè? Ja. Ja, we rijden even vast voor zolang het kan. Kijk, nou, hij zit goed. Ja? Ja, nou, hij zit nu kan je hem eraf halen. Nu kan je hem eraf halen. Oké. Nou, de blokken zijn er gewoon nog netjes. Die hoeven we alleen maar even schoon te maken zo. Oké. Nou, die hangen we even zo. Ja. Zijn we er nog niet, want even kijken, daar is die helemaal los. Dat is los. Nou zit er iets verschrikkelijk in de weg. Ja, dat is het achterspatbord. En dat zie je misschien, dat is 12, die moet ik niet hebben. En dat is inderdaad het achterspatbord. Wat zit daar? 13, denk ik. Ja. Zo. Zit er ook nog draad aan? Of niet? Ja, van het achterlicht. Ja, daarom moet je voorzichtig zijn. Ja, precies. Zo. Voorzichtig. Wip hem er even uit. Een klein beetje speling heb je nog. Ja, een klein beetje. Kijk zo. Zie je, die leggen we dan zo ernaast. Zo. Kijk, zo kan het geen kwaad. Ja. Dan krijgen we de volgende stap. Dat is deze los. De borg. Dat is de borg. De borg zit ook aan de andere kant. Die zorgt ervoor dat dat wiel niet. Nee, die zorgt ervoor dat deze plaat ook op zijn plek blijft. Oh ja, natuurlijk. Kijk, voordat je die vastzet, zet je deze altijd eventjes helemaal naar achteren vast, dat het wiel nooit naar achteren eruit kan schuiven. Ja.
mochten deze onverhoopt om wat voor reden dan ook losraken. Want hij kwam maar op één stand, hè? Ja. Want je hebt natuurlijk niks te maken met een ketting of zo. Nee. Daar in het wiel zit natuurlijk het motor. De motor. Precies. Dus hij kwam maar in principe maar op één stand. Nou, we hebben die Chinezen natuurlijk alles weer als een molloot vastgezet. Nou, je kan het wel zien. Ik heb vorige week, niet alleen vorige week, maar ik heb 2 weken geleden een mega lange rit gemaakt. Ik heb hem nog niet schoongemaakt, veel stof. Kijk, een momentsleuteltje erop. Kijk, dat is flinke kracht, hè? Ja, die Chinezen zijn helemaal gek, jongen. Ja? Zhang Yang Wu Zhao Jian. Echt niet normaal. Dat is echt vanuit de fabriek. Ja. Maar dat wist jij al. Ja. Deze heb je echt nodig hoor, die momentsleutel. Maar dat lukt je thuis ook niet met een steeksleuteltje. Niet. Dat is echt een mega sleutel die je daar hebt. Ja, en wat heb ik er nu op zitten? 80 Newtonmeter. Zo. Welke maat is dit? Weet je 27. 27. Zie ik nog eens los. Want daar draai ik niet mee aan de andere kant. Nee. Nee. Ja, dat wordt vanuit de fabriek gewoon mega vast. Ja, ja. Met een robot waarschijnlijk of zo. Ja, maar ze doen alles prut vast. Ja. Zo. Maar ja, het komt ook. Er zit hier blijf. Hier, deze ring, kijk, dat is een knelring. Ja. En die zetten we natuurlijk ook helemaal vast. Dat vreet helemaal in. Ja. Maar het is wel noodzakelijk, omdat ze natuurlijk ook veel met z'n tweeën erop. Ja. Je mag absoluut niet verschuiven natuurlijk. Nee, maar dat gebeurt ook niet. Kijk hier. Wow. Het is geen klein momentsleuteltje, dat zie je wel. Nee. Dan heb ik nog één grote vraag zometeen, maar dan ga ik zometeen zelf zien hoe dat zit. Ja. Want ik vraag me eigenlijk altijd af, hoe zit het dan elektrisch? Want er wordt natuurlijk elektrisch aangedreven. Ja. Dus er blijft een draad naar die motor toe lopen. Ja. Die moet je zo meteen loskoppelen. Ja, die draad blijft eraan vastzitten. Daarom heb ik hem aan de voorkant helemaal losgehaald. Oh, aan de voorkant heb je hem losgehaald. Ja. Ah, kijk. Dit is de draad. Ja, joh, zie je? Dan snap ik het. Ja. Alles komt mee. Alles komt mee, ja. Daarom moet je alles loshalen. Ja. Kijk, en nou kan die eraf. Zo. Dat is 1. Nou begrijp ik het ook een beetje. 2. Als die wil. Tikkie. Ja. Het wordt een tikkie, ja. In principe moet je loszetten. Ik kom er niet achter. Waarom die nou zo vast zit, is mij een raadsel. Ja, dat is een kracht. Ja, maar de andere kant ging ook gewoon los. Ja, daar komt hij. Dan moet ik hem eraf kunnen halen, maar dan komt het zo al. Even kijken of hij hier niet tegenaan gaat. Ik heb hem toch liever eraf. Maar hij wil nog niet. Even deze opzij. Wil ik iets vasthouden? Nee, gaat goed. Don't you worry. Zo. Yes. Nu kan hij wel afhalen. Nee, nu gaat hij eraf. Plaatje eraf. Die eraf. Die eraf. Dus wow. Kijk, deze, dit is dadelijk de rotklus, want deze moet weer hierop vallen. Ja. Maar ja, je ziet al, als je hem, op het moment dat je hem erop hebt, dan valt hij naar beneden. Ja, dus je zit met één hand zie je hem erin te tillen, met de andere hand moet je proberen. Ja, we kunnen met z'n tweeën. En het weegt ongeveer zo'n 20 à 30 kilo, zo'n wiel. Ja, dat is een zwaar wiel, hè? Ja, dat is echt zwaar. Oké. Okay. Dus ja, in principe is nu het wiel helemaal los. Ja. Nou, je ziet het, er werd toch al minimaal een half uur bezig om hem helemaal eraf te halen. Ja. Even een dingetje hoor. Even een dingetje, ja. Nou, om heel eerlijk te zijn, vind ik het nog meevallen met hoe het profiel eruit ziet, Erik. En jij? Ja, het profiel is oké. Alleen, was je gisteren trouwens nog droog thuis of niet? Ik wilde je nog appen, want misschien is het jullie opgevallen, hij heeft in één keer een ander t-shirt aan. Maar gisteravond werd het hier donker. Toen zegt Erik, nou, als je morgen tijd hebt, vandaag dus, kan je ook morgen langskomen. Dus ik zeg...
Nou, het ventieltje is eruit. Dus dat hebben we maar gedaan. Dus snel de scooter weer van eraf. En ik als een speer naar huis. En nu is het weer prachtig weer. Kijk eens. Klein stukje opzij. Anders kan ik er niet bij. Nou jongens, jullie hebben niet alleen hier de werkplaats. Maar je hebt natuurlijk ook de showroom van Erik Emotive. En alle kennis is aanwezig als je interesse hebt in een elektrische scooter. Geen elektrische stepjes. Emotive niet bellen. Oké, we gaan het bandje eraf halen. Nou ja, nogmaals, het is een nylonband. Dus, Nou, dit is de nieuwe band, nieuw profiel. Voelt gewoon zacht, joh. Ja. Ik ben benieuwd hoor, hoe dat rijdt. Dat is grip, dat is allemaal grip. Dat is allemaal grip. Mooi, man. Wat je hebt. Nou, hij gaat een beetje in soppen. Pretvet erop. Pretvet. Glijdt hij beter. Hoe vetter, de beter. Ja. Heb je dan ook nog een draairichting? Ja. Een pijltje op, hè? Als het goed is. Een pijltje op. Zo, huppakee. Nou, het wiel draait zo. Ja. Dus dan moeten we even kijken waar zit het pijltje. Dan moet hij er zo op. Ja? Ja. Deze er doorheen. Waar staat het pijltje? Ja, die kan je niet zien, want die zit nu aan de andere kant. Oh, die zit aan de andere kant. Maar hij zit goed in ieder geval. Kijk eens. Zo. Nou, die doe ik meestal even met deze. Doe hem op. Ja. Hoppa. Nou, het laatste stukje met de machine. Ja. Ja, maar dat doe ik altijd wel even. De banden zijn zo groot en sterk. Even kijken. Dat is allemaal geen drama. We zijn tobben gewend. Ja, want dat is wel zo. Jij werkt natuurlijk alleen hier. Ja. En je hebt wel eens een derde hand nodig natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat dat af en toe wel eens even klooi is. Nou, dat doen we gewoon zo. Je moet gewoon met de buik. Ik ben er ook bij, hè? Dus als je hulp nodig hebt. Oh, ben jij er ook bij? Ik kan ook nog een beroep op mij doen. Een beroep op de filmcrew. Kijk, ja, zie je. Bijna. Ja, anders gaat die weer. Ja, het is altijd even pielen, jongen. Zo, als jij deze even vasthoudt. Ja? Kijk, dan geef ik hem hier wat ruimte. Nou heeft hij ruimte, zie je. Nu is hij naar beneden gedrukt. Kijk, en nu gaat hij makkelijk erop. Ja, inderdaad. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Hij blijft nu zitten namelijk. Oké. Okay. Zie je? Ja. Ah, ja. Top. Gewoon mooi bandje hoor, hij. Het veredelde handwerk is dit gewoon. Deze moet ik even. Zo nieuwsgierig hoe dit rijdt. Even kijken. Waar zit het ventiel? Andere kant. Dieltje weer erin, oppompen. Hoeveel bar gaat erin? Drie bar. Ja, ik wil met drieën, maar om het ventiel erin te zetten, gooi ik hem eventjes lekker vol. Ziet er niet uit. Danny, als je kijkt in die scooter van mij, gaat 3 bar achter de wiel.
knopje erop. Pijltje. Ja. Hier de Ja. Als je een pijltje staan. Ja, dan moet hij weer terug. Ja, dan zeg je wat. Nou moet hij weer terug. Zo. Zo. Die erop. Kijken. Even kijken. Deze doen we. Ik loop even naar de andere kant. Kan je het beter zien. Die erop. Deze gaat goed. Die gaat er weer op. Deze gaat zo. Andere plaatje erop. Ja, net jongens. Zo. Even kijken. Let erop dat de draad van het wiel naar beneden wijst. Plaatjes weer erop, voorzichtig. En nu komt het lastigste gedeelte. Ja. Daar moet nu erin gehaakt worden, aan deze kant ook. Oké. Ja, dan moet ik naar de andere kant. Kijk, daar zit hij. Kom op. Ja. Kom op, oké. Hier zit hij. Ja, hè. Ja. Ja. De mens mag wel een keer mazzel hebben in zijn leven. Zo. Die zit wel goed. Gaan we meteen even verankeren. Ja, de ankerschroefjes, boutjes weer erin. Alleen op zijn plek blijven. Ja. Ze vastzetten altijd met beleid. Dat hij goed op zijn plek blijft. Kijk, vast. Ja, vast is vast. Vast is niet, vast. Niet dat overdreven erop gaan staan. Want je draait het allemaal verrotten. Dat zie ik op heel veel filmpjes hè, van die jonge lui die dat doen. Die gaan er met hun voet op staan. Ja. Doe dat niet, jongens. Nee. Daar maak je de schroefdraad mee kapot. Ik ga eerst deze eventjes uit de weg halen. Zo. Even draad ertussen. Kom maar op. Ja, het achterspart wordt en gaat er weer op. Ja, dan is het hier beneden uit de weg. Ja, dan heb je hem hier, ben je hem hier kwijt. Ja, zo. Dat is één. Dat is twee. Ja, de achterkant. Dan hou je weer vast met een steeksleuteltje en de voorkant met doppie 8. Ja, kom op man. Zo. Nou, aan deze kant de borg ook weer vast. Ring erop en de moer erop. Nummer 27. Mensen, het is geen bingo. Het is gewoon het getal van de bout, van de moer. Een beetje ooievaars kuitenvet erop. Ja, met je kopervet. Kopervet. Kijk, die veer die houdt hem tegen, dat heb je gezien. Hè? Want die vreet ook helemaal erin. Ja. Maar ja, weet je, dit zorgt er wel voor dat je hem gewoon zo aan kan draaien. En weer makkelijk los kan maken als ik weer in de hand schiet. Kijk, en hij schiet niet uit zichzelf los, hè, want hij wordt gewoon goed vastgezet. Zo, andere kant ook eventjes. En dan pak ik hem wel met de momentsleutel waar ik hem even een klein tikje geef om vast te zetten. Maar ik hoef er niet aan te gaan hangen, hè, snap je? Nee. Zo, dat is een prutvet erop. Nu dat invreet. Ja. Dus die, kijk hier, op die plaats zie je het ook, hè. Hier zit een hele braam. Komt dat echt door de rijen? Nee, dat komt door die veer. Die hapt zo erin, dat schiet echt niet vanzelf los. Dus daarom hoef je hem ook niet zo achterlijk vast te zetten. Nee. Zo. Deze hoef je ook niet te richten, zeg maar. Nee. Nee, want hij zit gewoon op één positie. Ja. Klik, vast. Klik. Hier? Zit, ja. Dat is wel een mooi systeem, hè? Dus hij gaat net zo lang door totdat hij klik hoort. Ja. Let op. En dan zit hij gewoon goed vast. Ja, tik. Klaar. Klaar. Mooi. Dat is gelijk een ander gezicht, hè?
Je hebt het nu gezien, het is niet wat je zegt, even een fluitje nee, van een cent. Nee, het is niet even zo gebeurd, nee, dat klopt. Ja, de achtersportbord even vastzetten. Het zit met een borg, dus die schiet ook niet makkelijk los. Dus vast nee, is vast. Inderdaad. Vast, vast. Dat ziet er goed uit, dat ziet er goed uit. En hoe zit die daar met een borgje? Nou, de rem hadden we er net natuurlijk al losgehaald. Ja. Dan gaan we eventjes... Voordat we de andere draden weer vast gaan zetten, gaan we even dit doen. We zijn er nou toch. Het plastic kapje ja, aan de onderkant maakt die eraf, haalt hij eraf. Is dat een veertje? Ja, een borgje. Een borgpennetje? Ja. Oh ja, ik zie het, ja. Een klein borgveertje. Zo. Nou, het is een bekend remsysteem. Voor jou bekend? Nou, kijk, dat hadden we al gedaan. We hadden hem al helemaal ingevet. Ja, 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 mooi. Dus ik hoef hem alleen nog maar even schoon te maken. Kijk, de blokjes hier, die zitten ook al met kopervet. Ja. Nou, die hoeven, goed. Die hoeven nou schoongemaakt te worden. Het is gewoon even een check geweest, maar zit er gewoon helemaal goed. Ja, mooi. Ik maak hem wel aan de binnenkant nog even schoon. Ja, dat is goed. Een nou, de binnenkant gaat hij even schoonmaken. De remblokjes zien er goed uit. Nou, de remmen zijn gecontroleerd. OEFA's kuitenvet erop. Dat is eigenlijk kopervet. Ja. En daarmee blijven je boutjes en schroefjes netjes. Ook makkelijk om ze weer los te halen. Nou, de remschoentjes zien er netjes uit. Ja. Remmen gaan weer terug. Boutjes weer op de juiste plaats. Monteren. Dan is dat ook weer voor elkaar. Doe altijd een heel klein lukje hier erop, dat die boutjes ook makkelijk blijven draaien. Nou, dan gaat het kapje weer erop. Dat was ook 8, toch? Of 10? Ja, 8. Nee, 8. Ja. Pakt hij hem? Ja. Nou, deze nog. Is er een rakker? Zit hij erop of? Volgens mij niet. Dit is hem. Ja, nu pakt hij hem. Nou ja, goed, ik heb mij dus net laten vertellen, de motor, dat wisten jullie al, zit in het achterwiel. Dat is dus heel anders, een hele andere techniek, als bij de e-scooter. Ja. Daar zit de motor namelijk voor het achterwiel en achter het voorwiel. Begrijp je het nog? Ja. Oké. Ja, en die wordt dus weer aangedreven door middel van een riem. Zo, er ligt hier toevallig zo'n setje op de grond. Zie je dat? Dat is nog van de e-scooter. Maar dit werkt dus met een motor in het wiel en er zitten dus spoelen in die om de beurt een seintje krijgen en dan worden ze aangedreven door een magnetisch veld. Dus eigenlijk slijt er helemaal niks. Dus ja, als je er een beetje zuinig mee omgaat, dan zou je wel eens heel lang mee kunnen gaan. Nou, nu gaan we alles weer in elkaar zetten. De kabel die we losgeknipt hebben, of die Erik losgeknipt heeft, die moet weer helemaal teruggevoerd worden naar de voorkant. Gaan we knutselen. Knutselen, zodat dat allemaal weer netjes zit. En zodat hij de volgende keer er misschien iets makkelijker bij kan. Ja. Bespaar je de illusie. Want hij moet daar boven langs, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Zo. Ja. Ja, is in ieder geval hier. En dan zit hij hier uit ergens. Dan zit hier eentje. Is dit hem nou? Dit is hem toch? Ja. Niet? Ja, dat is hem. Ja, dit is hem. En dan moet hij straks weer hier op vastgemaakt worden. Oeh, dit is wel verleidelijk. Ja. Dit is wel verleidelijk. Even deze weghalen. Ik zal hem er gewoon op. Gemakkelijk.
Nou, een paar bindbandjes eromheen. Ja, dat moet wel. Ja, dat hij niet in het wiel gaat lopen. Een beetje vet erin. Ja, aan deze kant precies hetzelfde. Ook een beetje vet op de schroefdraad. Ja, de schroefdraad een beetje aanzetten. Soepel blijft draaien. Zeker. Zo. Goffe geweld. En de laatste. Dopje 8. Zodat hij vast zit. En dan het klepje er weer op. Mooi zo. Nou, gewoon een kliksysteem. Klik en vast is vast. En weer druk. En weer druk op de rem. Mooi. En er loopt niks aan. Goed gewerkt, Erik. Ja, heel goed. Dank gedaan. Je, Richard. Nou, we zijn er natuurlijk nog niet. Het achterwiel zit erin. Aan de achterkant heeft hij alles vastgemaakt. Maar dan moet het elektrische gedeelte nog vastgemaakt worden. En de kabel moet hier nog even een paar plekjes vastgezet worden. Dat dat niet gaat rikken tikken tijdens het rijden. Nou, krijg je hem hier achterlangs. Er is niks zo erg als dat je een geruisloze scooter hebt en er zit iets heel onbenulligs te tikken aan de binnenkant. Uiteindelijk, jongens, kan ik jullie toch wel vertellen dat het toch wel super handig is dat je één stekker hebt voor twee batterijen. Bij de e-scooter had je natuurlijk één stekker en alle twee de batterijen worden tegelijkertijd leeg gereden tijdens het rijden. Of je kan er ook voor kiezen om één batterij natuurlijk aan te sluiten, dat snap ik. Maar bij deze scooter heb je natuurlijk maar één stekker om aan te sluiten op je batterij. En ik dacht in het begin van, oh, dat is best wel vervelend, want als je dan geen stroom meer hebt, moet je stoppen om de volgende batterij aan te sluiten. Dat heb ik twee keer gehad, maar je kan daar natuurlijk een beetje op gokken. Je weet ongeveer hoe lang je gaat rijden, dus dan weet je ook ongeveer hoeveel je met een batterij kan doen. Ik ervaar het als zeer prettig, want ik kan er eentje opladen als je ergens bent. En met die andere kan je gewoon blijven rijden. Hoe fijn is dat? Ja, dat vind ik wel fijn. Dus gewoon één batterij wordt tegelijk wordt leeggereden, zeg maar, tijdens het rijden. En niet twee tegelijk, net als bij de e-scooter. Nou, je hebt altijd een volle batterij eigenlijk. Ja, bij je, als een soort reserve. Ja. Ja, dat had ik natuurlijk toen ik de vorige keer naar Schorrel ging. Ja. Had ik dat precies hetzelfde, had ik één batterij. Ja. En ik denk, nou ja, en die andere batterij had ik eigenlijk gewoon als reserve, zo moet je het zien, hè. Ik was vanmorgen bij de gemeente Den Haag en die hebben ook allemaal hoorwins. Ja. En eentje deed het niet. Oh jee. Ja. Was een stekkertje losgeraakt. Dit stekkertje? Ja. Oh, dat is ook niet mooi. Dat is klik. Klik. Ja. Ja, als die los is, dan doet hij ja, het dus niet. Ja, dan heb je een probleem. Kijk, gaan we even omhoog. Werk je bij de gemeente en rij je op een hoorwin? Kijk het stekkertje even na. Ik zeg, werk je bij de gemeente en doet de hoorwin het niet? Kijk het stekkertje even na. Dat zou wel eens los kunnen zien. Moet ik maar even afknippen. Altijd oppassen dat je geen draden doet. Ja, inderdaad. Even kijken, dat is dat. Nou, alle draden moeten weer op de juiste manier terug aangesloten worden. Er staan merktekens op, hè, zei jij? Ja, er zit hier een kantje wel laten zien. Want ik zie het niet. Kijk. Oh ja, ik zie het. Blauw, kleurtjes groen, zitten erbij. Geel. Ja, de kan kleurtjes. Je kan je niet vergissen. Nee, je kan je inderdaad niet vergissen. De kleurtjes zitten er netjes bij. Dus maakt ook niet uit welke je als eerste doet. Nee. Want de batterij is natuurlijk niet aangesloten, dus dat kan geen kwaad. Je kan wel, maar goed, dat ga ik nu niet doen. Als je ze tegen elkaar aandoet, dan kan je wiel niet draaien. Gaat hij schokken. Oh, dan gaat hij schokken. Ja. Ja, dan maakt hij ongelijkmatig. Ja, want dan weet je niet welke spoel je moet pakken. Nee, precies. Kijk, ook deze is vast.
Oké, groen. Nou, de laatste draad ook vast, vast. Is vast. De stekker moet nog vast. Even kijken, die hebben we vast. En dan deze er weer op. Moet, waar moet die ook weer in? Oh, ja, daar zo in. Ook klik, klik. Systeem. Oké, die laten we los. Kapje weer. Gaan we niks mee doen. Dat zit goed, dat zit goed en dat zit goed. Het beschermkapje tegen het vocht en dergelijke, denk ik. Ja. Even kijken, zien we wat. Hier ongeveer moet die zitten. Dit kan je niet zien, dit is gewoon op het een beetje op het gevoel, een beetje gokken. Ja. In de hoop dat hij hem pakt. Ja. Ik krijg niet de indruk dat hij hem pakt. Dit moet hem wel zijn. Ja, nou heeft hij hem. Zitten de draden mooi rechtonder. Dat vind ik persoonlijk altijd wel belangrijk, dat het een beetje netjes zit. Met een beetje oog. Zo. Nou, die zit ook erop. Nou, dan kan het beschermkap, hè, of de, hoe noem je het? En het zadel weer erin zetten, zo. De motorkap. Even kijken, waar hebben we deze schroefjes gelaten? Zijn dat deze, toevallig? Nee, want die zijn, ja, wel. Nou, deze die gebruik ik eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Nee? Ja. Het is makkelijker om de stekker op de batterij aan te sluiten dan dat je hier loopt te klooien. Kan wel, maar... Deze is van boven. Is te dik. Even kijken. De gemeente daarna. Kijk, gaat het zadeltje er weer in? Ja, goed. Kijk, ja, moet aan de achterkant. Zo. Yes. Die zit goed. De gaatjes weer overheen komen. Mooi. Even kijken. Toppie 10. Even kijken, waar is mijn eenhandige bandiet? Dat is deze. En doppie 10. Want ik doe het gewoon handvast. Dat is meer dan genoeg. Hier hebben we nu alle andere boutjes. Hier ligt nog wat. Oh ja. Nou, het is niet zo spannend hè jongens. Het zijn er twee en hier zitten er ook nog twee aan deze kant. Boink, alles flikkert hier naar beneden. En nog twee voor het zadel. En dan zit hij weer vast. Plus dat je dan het klepje nog moet er nog op. En dan heb je die ligt hier ook al klaar. Komt goed. Ja. Dus, ja, dit is ook even pielen met het zadel. Dat kan ik lastig bij natuurlijk, hè, bij die gaatjes. Ja, maar zeker. Als je kan hem niet verder open doen, zeg maar, om er beter bij te kunnen. Of, ja, ja, dan kan je hem vasthouden. Je moet hem omhoog houden. Ja, ik kan wel een beetje vast. Ja, wacht even, waar is dat eenhandige dingetje daar zo? Die zitten nu ook al. Yes. Kijk, die zadelbak, die kan geen kant op. Nee. Dus dat zit gewoon handvast. Het zadel trek ik wel altijd even aan. Ja, oké. Okay. Kijk, ook dat kan je weer de machine doen. Prut vast. Ja. Maar ja. Voor hetzelfde gaat draai je alles voor. Ja, inderdaad, inderdaad. Nou ja, het klepje van de batterij zit er inmiddels ook op. Deze nog even een extra slagje. Hoppakee, dat je niet in één keer naast je zadel zit. Klaar. Beetje slordig. Oké, dat is dat. Nou, steeksleutel 17 heeft hij inmiddels op het voorwiel gezet. Er zit enorm vast ook, vanuit de fabriek ook, hè? Ja, joh, dat is niet normaal. Het wordt gewoon waarschijnlijk door een robot vastgezet. Dus je moet ook goed weten of hij de goede kant op draait. Zo.
Want anders dan... Nou, die is los. Zit enorm vast. Ja. Nou, die is ook los. Zo. Mooi zo. En nou de grote truc. Ja. En dan snikker je de boel naar beneden natuurlijk. Hoe ga je dat doen? We gaan een blokje we eronder. Doen. Krikje eronder, zodat de scooter niet om kan kukelen. Nou, dat hij naar beneden zakt. Ja. Want kijk, we gaan natuurlijk nu wel. Juist. Los halen. Los. Die naar achteren. Hij heeft een of andere mofcase een mandje met heel veel gewicht erop gezet. Oh, achter. Blijft hij goed staan. Waardoor we eventjes andere grepen moeten uithalen. Ja, komt ie. Ja. Zo, hij loopt vast. Zo, hij is eruit. Hij is eruit. Oh, klats. Dus je valt eraf. Ja, dat zijn de zijstukken. Hij zat goed vast. Ja. Nou, het wiel is eruit. Nou ja, zoals jullie zien hoef je dus niet specifiek de rem eraf te halen om het wiel eruit te kunnen halen. Nou, hier gaan we hetzelfde trucje mee uithalen als met de achterband. Nou, mocht je nog interesse hebben in nylon bandjes, er liggen er hier nog een paar. Deze zijn dan weliswaar helemaal nieuw. Komen bij de andere hoorwinnen vandaan, waar direct de rubberen banden erop gezet zijn. Nou, ik doe het dus nu wat later. Wat haal je nu los? Ja, de ventiel moet los. Oh, de ventiel. Ja. Daar komt ie. Nou, weer hetzelfde liedje, jongens. Voorbandje, knopje indrukken. Lucht eruit. Een hele stugge band, je ziet het. Je moet toch wel flink kracht zetten om hem op de velg te krijgen. Komt hij, hopelijk glijdt hij er niet overheen. En anders had hij, ja, draait door. Ja, 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 ja. Oh, nee, jammer.
Met de... De bandenwippers. Hoppakee, bijna. Nou jongens, het bandje zit er weer op. Ik zal wat harder praten, want... Ja, terwijl Erik eventjes binnen een klant staat te helpen, kan ik even mooi die klant zijn scooter laten zien. Het is best wel een gaaf ding. Het is de Segway. Een heel mooi ding, een mooi scherm er ook op. Het scherm vind ik wel dat hij meer die kant op staat. Ik vind het leuker, fijner als hij wat meer naar je toe staat. Maar ik vind het wel een mooie scooter, man. Mooi gespoten. Leuke accessoires, een chrome standaard erop. En hij heeft een hele speciale spiegel erop gezet, zie je dat? Gele, echt een mooie telefoonhoudertje erop. Ja, ik kan niet anders zeggen jongens, maar ik vind het, aan de batterijen zitten waarschijnlijk in de voetenplank. Weet ik niet zeker, hoe dat ook weer zat met de Segway. Ik vind het wel een mooi scootertje. Leuk hoor. Hij komt wel voor een hoorwin. Komt hij een testritje maken? Nou, oké. Dat dan weer wel. Nou, die jongen laat het gelijk even zien. De batterijen zitten dus inderdaad in de voetenplank. En hier zit de hendel. Ja, de hendel. Nog. En dan kan je dus de batterij eruit halen. Om hem ergens anders op te laden. Aha. Hier zitten de batterijen. Oh, één, hè? Twee. Twee, onder nee, elkaar. Achter of naast elkaar. Kijk, als je deze loshaalt. Oh ja, zo ziet dat eruit. Eruit. Ja? Okay. Is het nog één? Als je het achter je mobiel. Nee, nee, nee. Dan kan je die naar voren trekken en die kan er ook uit. Geweldig, joh. Zo, is het daar, joh. Dus dat is best wel slim. Ja, dat is wel slim bedacht. Ook van die jongens. Het is alleen voor het bereik is het gewoon ruk. Ja. Maar je zou toch zeggen van, toch grote jongens. Qua bereik. Maar ja, als je dan dus toch 53 rijdt, dan ja, gaat het hard. Hè? Ja, dan gaat hij hard, ja. Dus, als je 25 rijdt, haalt 120 kilometer. Ja. Dus dan heb je wel bereik. Maar mooi display ook, hoor. Rijdt, prachtig. Ja, het is een leuk dingetje. Ja, de jongen gaat even een testrit maken op deze geweldige scooter. Dit is de allernieuwste scooter, de SK1. Eén batterijtje. Dat valt me dan gelijk op. Twee kabels naar één stekker toe. Ja, dat plus en de min zitten allebei apart. Apart joh, ja. Hele mooie scooter. Krijg je dan een splitkabel of zo? Nee, nee. Dus er blijft één accu. Oh, dus je moet hem opbreken. Je moet hem omzetten, ja. Twee accu's erin zitten. Je hebt eigenlijk altijd nog een volle accu tot je beschikking. Ja, dus je weet altijd als die leeg is, dan kom je gewoon om. Ja. En als je dus die 26 is iets korter, hè? Nee, die maakt in maat niet zo gek. Nou, de jongen gaat even een klein stukje rijden. Ik denk dat hij met een lach op zijn gezicht terugkomt. Ja, we gaan de voorrem ook even checken. Zorg dat je een goed kruiskopje hebt. Nee, nee. Inbusje. Oh, sorry, een inbusje. Zo. Even kijken. Ja, inbusje losmaken. Hierheen en daarheen. Dus 13, hè? Ja, 10. 10 ook, ja. Tien eraf, rem eraf. De inbus eruit. Ja, jongens.
zie je nog wat geks? Nee. Jongens, ze slijten gewoon goed. Ja, want die voorremmen, hè, waar we het al eerder over gehad hebben, dat, ja, dat hij ook een keer dat gekke geluid maakt. Hij zit er ook van goed in, dus dat is het ook niet. Waar is mijn posteltje? Ik had net een bol. Oh, hier zo. Ja, maar dat geluid was nu weg, toch? Hij is weg, ja. Ja. Die zat er zo in. Ja, dat ziet er gewoon keurig uit. Ja. Er is niks mis mee. Zit er nog wat vet op? Ja, wat vet. Daar ga ik ook verder niks aan doen. Nee. Even kijken. Ja, die hadden we al ingevet, dus... Ja. Nog even. Nou, dat is ook helemaal schoon. Kijk, maar het glimt allemaal nog. Dus daar hoeven we niks aan te doen. Even kijken. Met je pretvet hier achterop. Dat is de achterkant van de... Ja, ja. Ja, als ik het op de remblokken zelf doe, dan nee, remt hij voor geen meter. Snap ik, oké. Okay. Zo. Die weer erin. Sukkel. Oh ja, veertje natuurlijk. Veertje. Zo. Die zit goed. Zo. Ook een beetje vet erop. Hoppakee. Op het veertje. Yes. Nou, het zit allemaal goed. Nou, de boel samen knijpen en dan weer in het huis terug proppen. Zo? Ja. Vastzetten met de inbus. Ze zijn ook schoon. Een beetje vet op. Ja, ze zijn schoon, dus ook een beetje vet nog erop. Hupsakee. Dat is lekker. Onderwijsminister Wiersma zit naar een nieuwe klacht over wangedrag ziek thuis. Hij zou tijdens een gesprek op een werkbezoek vorige week ongezien. Erik, kan je me nog iets vertellen over die inbusjes die je nu vastdraait? Ja. Want die houden nu, wat houden die nu vast? Die houden gewoon de blokjes op een plek. Ja. De blokjes houden die op plek. Blokjes en de plek, en de veertje. Oké. En dat veertje? Ja. Ja, want daar gaat hij doorheen. Ja. Daar zijn die gaten dan ook voor. Het is altijd weer even pielen om ze goed te krijgen. Om het goed door die gaten te krijgen, ja. Kijk de achterste. Ja, ik snap het. Wow. Nou, als het voorwiel erop heeft gezeten, gaat hij heel gemakkelijk weer terug. Ja, een of andere mafkees heeft er een koffer achterop zitten. Waar zijn hele huishouden in zit. Niet aan te rijden. Het koffertje is een beetje zwaar. Valt wel mee hoor. Er liggen helm in en een tasje voor de rest. Maar goed, de scooter ging elke keer naar achteren, waardoor de pen heel lastig erin te krijgen. Dus we hebben met z'n tweeën de scooter naar beneden gedrukt. En nu zit eindelijk de pen erin. En dan kan die weer in elkaar gezet worden. Hij moest wel weer de rem loshalen, om er beter bij te kunnen. Maar uiteindelijk is het voor elkaar. Yes! Nou, de laatste handelingen. Ja. De rem. Ook nagekeken, vastgezet en tjaka. Vast is vast. Dat was het. Dat was het. Mooi. Nou jongens, jullie hebben het gezien hè, hoe het nu moet. Nu kunnen jullie het zelf. Nou ja, nee, maar even serieus. Het is best wel een klus, zoals je gezien hebt. Vooral het achterwiel, hè. Dat is niet zomaar even een dingetje. Dat moet je dus, zoals je in de film hebt kunnen zien, de hele scooter moet je bijna uit elkaar halen. En je moet ook de goede apparatuur hebben om het bandje ook te doen natuurlijk. Zo'n apparaat moet je hebben. Nou, ga dat maar eens thuis proberen. Maar goed, jullie weten nu in ieder geval hoe het technisch in elkaar zit. Ik zou zeggen, vonden jullie dit nou een leuke video? Klik dan even op de abonneerknop. Daarmee abonneer je op Ries en YouTube. En vergeet dan ook niet het belletje aan te zetten. Want daarmee mis je geen enkele video meer. Hey jongens, ik zou zeggen,
Erik, hartelijk bedankt. Ja. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog. En ik zie jullie later. Doei doeg. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing.